Hij is de meest geportretteerde man in het Westen en toch weet eigenlijk niemand hoe Jezus er echt heeft uitgezien. Maar als niemand het echt weet, is er gelukkig nog Rick Dorfs. Professor Dorfs, hoe ziet Jezus eruit in uw fantasie? Ik heb er heel weinig, maar volgens mij ziet hij er redelijk goed uit. Heeft hij lang haar, heeft hij een baard, kijkt hij geregeld intelligent, heeft hij een wat blitse bril op en heet hij vandaag Jelle de Beul. Dank je, amai. Want jij bent een fan van Jezus, hè? Ik ben wel een fan. Ik ben geïnteresseerd in de historische Jezus. Ja. Dat zou je niet denken, hè, maar het is wel waar. Het is geen onzin. Ik vind dat tof, ja? Ja, want het boek Hoe zag Jezus eruit ligt vanaf morgen in de winkel, geschreven door Willy van Peren, maar we hebben aan u gevraagd om het voor ons te lezen. Nu, is het belangrijk dat we dat weten, hoe hij er nu echt uitzag? Nee. Nee, voilà. Klaar. Dank u wel, Rick Dorfs. Ik denk het niet, maar het prikkelt de fantasie, omdat natuurlijk niemand weet hoe Jezus er uitzag. En aan de andere kant is hij enorm veel afgebeeld door de eeuwen heen, door iedereen en ook op uiteenlopende manier. En meneer Van Peer heeft zich daar opgestort met een ijver die tot een boek van een 100-tal bladzijden heeft geleid. Ja. Ja. En voilà, en dus daarover gaat het. Hè. We hebben hem al die tijd misschien verkeerd afgebeeld. Ja. Hoe zou hij er nu echt hebben uitgezien? Nu, ik vraag me af, staat het niet gewoon in de Bijbel? Hoe Jezus eruit zag? Daar staat helemaal niks. En dat was voor sommige mensen een teken van onrust. Omdat ze dan zeiden, ja, als er niet in stond dat hij mooi was, zou hij wellicht lelijk zijn geweest. Een wat kromme redenering, maar zo ging het er toch aan toe. Maar ja, over zijn fysiek wordt niks gezegd. Wel over zijn ideeën, zijn daden en handelingen. Maar over zijn fysiek is dan later wel van alles verzonnen. Bijvoorbeeld tegenstanders van het christendom in de tweede eeuw, Celsus onder andere, beschreven hem als bijzonder lelijk en klein. Dat moet verschrikkelijk zijn, klein zijn. Bijzonder lelijk zijn. Of dat, niet leuk zijn. We bijten door, allebei. Ja, ja, ja. En dan pas later zijn er wat meer positieve berichten gekomen. Waarbij in het begin ook Jezus zonder baard werd afgebeeld. Eigenlijk dateren trouwens de eerste afbeeldingen pas van de derde eeuw. Omdat ervoor hadden de christenen ook geen gebouwen waar ze continu kwamen en die ze dan konden versieren. En mocht je God afbeelden? Of je dat... Wel, dat hing er vanaf waar. In sommige stukken van Palestina wel, in andere niet. Maar ja, het is ook wel een beetje bizar dat het zo vreselijk lang heeft geduurd voor er eerste tekeningen kwamen. En uiteraard waren die niet meer naar levend model gezien het overlijden van de betrokkenen. Ja, maar misschien is het waar. Was hij dan eerder een beetje lelijk en zo? Is dat de reden waarom... Ik zie licht afgrijzen in uw glaasuitdrukking. Nee, maar het zou... Allee. Dat weten we echt niet. We hebben daar geen idee van. Er zijn natuurlijk wel pogingen geweest om hem op allerlei manieren uit te beelden. En eigenlijk in de kunstgeschiedenis heeft men... Of in de geschiedenis van de afbeelding, want is het altijd kunst, dat is nog iets anders. Heeft men geprobeerd hem aanvankelijk ook wel vrij braaf uit te beelden. Ja, want in het boek zegt de schrijver dat we hem eigenlijk 2000 jaar lang verkeerd hebben geportretteerd of verkeerd hebben afgebeeld. Ja. Nu, misschien is overlopen welke, op welke manieren hij dan altijd is afgebeeld. We zullen eens beginnen met een voorbeeld uit het jaar 500 na Christus. Het gaat over de man in het midden, hè, voor alle duidelijkheid. Dat is Jezus. Hè. Wat is er daar verkeerd aan? Of heeft geen broek niet aan. Correct? Heeft ja, maar dat, ja, hij wordt ook gedoopt in het water. Dus het water van de Jordaan. Dat werd in die tijd ook trouwens veel later nog op die plastische manier voorgesteld. Maar inderdaad, hij is geheel en al naakt. Is een jonge man van zo'n jaar of 15, niet helemaal volwassen. Dat klopt toch niet? Nee, daar zit een soort zelfs lichte borstvorming valt te constateren na zorgvuldige empirische waarneming. Dus het is een beetje een bizarre afbeelding. Waarbij overigens Johannes de Doper is natuurlijk de man die probeert, of die hem werkelijk doopt. Daarnaast staat een Romeinse god die in feite op dat moment al gepensioneerd was en dus niet meer meteen in zo'n tafereel thuis hoort. Maar merkwaardig is dat men hem als heel zuiver en jong voorstelt. Uiteraard ook niet realiteitsgetrouw, wellicht. Omdat het openbare leven van Christus begon ongeveer met dat
doopsel in de Jordaan. En hij was toen 30 of zo. Wordt toch geacht ouder. Ah ja, dus ja. Hij wordt hier jonger afgebeeld dan hij eigenlijk... Heeft hij maar één teelbal, nu dat ik het zag? Nog eens even. Dat hij maar één teelbal had, maar misschien is dat ook iets. Daar wordt niks over gezegd. Was het fout gaan met de besnijding misschien? Ik was daar niet meteen op aan het letten, Jelle. Nee, maar... ik was ook op de Romeinse god aan het letten. Oké, maar want, en dan later hebben we natuurlijk de meer bekendere, de meer breder bekendere afbeelding van Jezus gekregen. Het typische beeld. Ja, zo ken ik hem. Ja, dat is een zeer zoeterig beeld. Hè. Dus ook het hoofd een beetje scheef. Zoeterig. Ja, ik vind dat wel. Uiteindelijk is dat toch wat een sentimentele afbeelding met buitengewoon zorgvuldig gekande lokken, met lange, elegante vingers en ook merkwaardig met blauwe ogen. En de kans is bijzonder klein dat hij als inwoner van toenmalige Palestina, blauwe ogen. Maar dat wil ik net zeggen, want als ik denk aan inwoners van Palestina, dan denk ik niet aan blank, blauwe ogen, licht haar, maar eerder... Maar dan met baard, inderdaad. Dat is ook iets wel, inderdaad, niet klopt eigenlijk. Ik denk dat het ook typisch is voor alle tijden dat ze Jezus proberen voor te stellen op zo'n manier dat hij... Een van ons is. Dicht aansluit bij hoe de mensen voelen. Nu, natuurlijk, dat zoeterige is iets wat helemaal niet klopt. Jezus had volgens toch de geschriften een nogal stevig temperament. Hij joeg bijvoorbeeld de kooplui uit de tempel. En hij was niet iemand bijvoorbeeld die zei dat je geen vijanden mocht hebben. Integendeel, hij zei: bemin uw vijanden. En om uw vijanden te kunnen beminnen, moet je ze natuurlijk eerst hebben. Dus je kunt enkel christelijk leven wanneer je voldoende vijanden hebt. Iets waar ik zelf altijd bijzonder goed ben in geslaagd. Maar dus in die zin is dat zoeterige niet juist. Hij was iemand die wel degelijk voor een confronterende boodschap... Ja, hij sloeg ze echt de tempel uit met een stok bijna. Dus dat was een vrij agressief. Ook die beelden zijn heel vaak voorgekomen achteraf in de kunstgeschiedenis. Maar inderdaad, toen was hij boos. En natuurlijk, als hij achteraf met allerlei mensen moest discussiëren, was dat op het scherp van de snee. En met extreme goedzakkigheid kom je niet ver in een debat. Dus hij ziet er veel liever uit op die afbeeldingen dan hij eigenlijk was. Ja, hij werd als heel soft gepresenteerd lange tijd, hoewel er natuurlijk ook totaal andere afbeeldingen zijn. Maar hoe komt dat dan? Want als u zegt iedereen wist dat hij eigenlijk niet zo was, waarom wilden ze hem dan toch zo zoeterig? Je hebt natuurlijk de historische persoon Christus, of Jezus, zoals hij dus werd beschreven. Maar natuurlijk, in de theologie, in de verhalen over hem, speelt hij ook een rol als de verlosser van de mensen, die hen dan ook nabij wil zijn en een en al goedheid is ook. Dus in feite zijn alle beelden van Jezus voor een stuk geromantiseerd, zoals ook de evangelieteksten zelf al 30, 40 jaar na de dood van Jezus geschreven waren. Dus we hebben geen echt historisch materiaal, op geen enkel punt, wat dat betreft. U zei het nog even over die blauwe ogen en die looks, die vrij westerse looks voor iemand die eigenlijk niet uit het westen kwam. Dat is toch eigenlijk absurd dat we dat doen? Ik vraag me af, want u zei het heeft te maken met onze cultuur. We maken hem een beetje... We laten hem eruit zien naar iemand die we kennen. Ja. Ons eigen beeld. Maar dan denk ik, is dat in andere culturen een andere Jezus? Wel, inderdaad. Er zijn bij bepaalde bevolkingsgroepen ook zwarte Jezussen geweest. Of Hispanics heb je ook. Ja, die er als Latino inderdaad uitzien. Inderdaad, je hebt al die afbeeldingen, hoewel hij niet altijd helemaal in dezelfde raciale categorie als de inwoners werd uitgebeeld. Maar het gebeurde ook. En op zichzelf is dat eigenlijk nog niet zo slecht. Want dan zeg je eigenlijk, hij is gekomen voor alle mensen van alle volken. Dat was toch de bedoeling. En in feite, of hij nu bijvoorbeeld een mediterraan figuur was of een Jood of iemand met Afro-Afrikaanse roots, op zich doet dat eigenlijk weinig ter zake. Dat is een historische toevalligheid, maar de boodschap gaat verder. Mm-hmm. Dat is de bedoeling. Dat is mooi, hè? Zeer mooi. Maar nu de hamvraag dan eigenlijk. Hoe zag hij er nu echt uit? Wel, de auteur behandelt dat op een fantastische manier. Hij schetst een portret van hoe hij er volgens hem zou uit kunnen zien en zegt vervolgens dat het wellicht anders was. Ja. Dus wat doet hij? Hij kijkt naar schedels die gevonden werden in Judea
van de eerste eeuw na Christus. Ja, Jezus was wel een Galileër, maar dat scheelt toch niet zoveel. Eerste eeuw na Christus, die tijd klopt ook ongeveer. En aan de hand van de kenmerken van die schedels kan dan min of meer geprobeerd worden een portret te schetsen. Ja, als ze uw schedel vinden of mijn schedel, gaat u een ander portret krijgen, als we eerlijk zijn. Bij mij zal blijken dat er hersenen in gezeten hebben. Maar buiten dit kleine detail is het wel zo dat je niet zoveel weet. Je kan wel de vorm van het hoofd voor een stuk zien. We weten ook dat mensen uit die tijd ongeveer 1,55 meter waren en 50 kilo wogen, mannen dan. Hè? En dat ze dus dan doorgaans een baard hadden en zo verder. En de auteur denkt dan dat Jezus eruit zou zien als de gemiddelde vluchteling of migrant die op dit ogenblik in West-Europese steden rondloopt. Maar ook die gemiddelde migrant bestaat niet. Nee. Dus iedereen ziet er ook weer anders uit. Dus het is een mooie suggestie. Er wordt ook een portret getoond van Jezus waar hij naar mijn bescheiden mening niet bedwelmend knap is. Oei. Maar ook niet aardslelijk. Een beetje het type van mijn vader eigenlijk. Hè? Ze zeiden daarnet dat het meer het Midden-Oosterstype, ik herken dat hier wel. Ja, dat wel, maar dan het Midden-Oosterstype van zo lang geleden. Want ondertussen zijn de mensen ook daar geëvolueerd. Ja, oké. Okay. Hij kijkt ook met wilde ogen, daar kunnen we niks van zeggen. Dus bijvoorbeeld, het is een teleurstelling ook, van je dan hier aan, je dan hier Pazen. Ja? Ik vind dat hij wat verdwaasd kijkt. En dat is toch een optie van... Maar dat water is niet wijn geworden. Ja, zo, dat is een beetje gek. Ja, maar het is wel misschien... Want zoals je zei, op die andere afbeelding heeft hij zo nette haren en zo. Ik denk, zijn haar lag er mooier gekapt bij dan dat van mij. Dan is dit misschien wel iets geloofwaardig. Wat mij een beetje stoort in heel die verhalen rond, is dat er wordt gezegd dat hij een soort clochard was, terwijl hij ook wel van luxe hield. Hij liet zich door Maria Magdalena bijvoorbeeld met dure reukwaren verzorgen. Hij droeg ook een chic kleed op het moment dat hij werd veroordeeld en gekruisigd werd, want daarvoor werd door de Romeinse wachters gedobbeld. Dus hij was zeker geen fulltime beoefenaar van het clochardisme. Het lijkt mij te gemakkelijk om hem in die piste te duwen. Oké. Okay. Dus conclusie, mogen we allemaal toch gewoon zelf bepalen hoe Jezus er voor ons uitziet? Dan? Is dat niet fantastisch? Dat we zelf mogen kiezen hoe hij eruit ziet. Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Oké. Okay. Hoe zag Jezus eruit vanaf morgen in de winkel? Dank u wel, Rictorovs.